Een heel goedemorgen met Wil van Delft van het programma Del is Blauw. Ja, goedemorgen. Daar hadden wij al zo'n idee van. Ja. Hallo Wil. Goedemorgen, hoe gaat het met jullie? Heel goed. Ja? Dan zeker weten. Dan moet ik... Ja, vertel. Ja, ik zeg al, dat moet wel met de nieuwe uitbrengen van deze laatste nieuwe single. Oh, ik mis je. Volgens mij slaat die single erg aan, of niet? Het is ongelooflijk, Wil. Ja, ik neem maar even gelijk het woord. Zitten we al gelijk in de uitzending? Ja, opletten wat je zegt. Ja, precies, precies. Nou, daar heb ik over het algemeen niet zoveel moeite mee. Maar ik moet eerlijk zeggen, Wil, sowieso ben ik ontzettend blij dat ik je even aan de telefoon heb. Want je hebt ook een lastige periode achter de rug. Dus ik vind het waanzinnig moedig en echt top dat je de radio trouw blijft. En wij vinden het heel fijn om jou weer te horen. Zeker. En Ik mis je, dat is een liedje van Frank Ferrari. Ja. En dat gaat over een onmogelijke liefde. Ja, ja. Het fantastische eigenlijk van het liedje is natuurlijk dat het een echt een Frank Ferrari argument is. Dus je moet erop gaan bewegen. Dat is een ding wat absoluut zeker is. En daarnaast is de tekst die ik natuurlijk geschreven heb, is dusdanig dat heel veel mensen zich ook erin herkennen. Yeah. En dat zijn zowel de ouderen als de jongeren. Want we komen allemaal wel eens liefdes in ons leven tegen die, die onmogelijk zijn. En daar gaat het liedje over. Ja, jullie zijn wat dat betreft heel anders natuurlijk als anderen. Daar is op zich niks verkeerd mee. Jullie zingen toch meer, heb het idee, het voor het iets ouder publiek, hè? Ja, nou, op zich is niet helemaal. Want we hebben best wel wat jeugd die daar ook echt wel mee meegaan, zeg maar. Die herkennen ze eigenlijk natuurlijk ook zelf wel in. Hè, dus wij hebben best wel wat jongeren er zeker bij. Ja. Het is juist een van mijn leven zonder jou. Was dat de voorloper hiervan? Of zat er een stengel tussen? Nee. Leven zonder jou. Ja, die was net nog een ervoor, hè? Ja, want we hebben een hele race natuurlijk. Maar we hebben, de laatste was nog even dan. En we hadden natuurlijk dakloos. En ik wil niet dat je huilen. Ik wil niet dat je huilen gaat om mij. Dus we hebben eigenlijk een hele reeks liedjes opgenomen waarvan we voor 100% in het Nederlandstalige repertoire zitten. En het bijzondere van de liedjes, en zeker zo'n liedje als Dakloos, nog even dan, die werden eigenlijk door de tijd waarin wij met z'n allen verkeerden, werden die eigenlijk door alle radiostations opgepakt, omdat het ergens over ging. Ja. Nee, uiteraard, maar ik heb het toen ook lang gedraaid, het nummer Dakloos. Nee. We gaan het ook hebben over wat binnenkort gaat gebeuren, zondag 10 april. Ja, en we vinden het al heel erg jammer dat jij daar niet bij bent. Ja, zeker. Maar we begrijpen ook de situatie, dus dat is helemaal geen punt. Ik heb je ook al, zeg maar even gemessend, shut. Zondag 10 april, dat wordt het jubileumfeest, jubileumshow van Hans en Nettie. Hans Zomers, 40 jaar artiest. En wat al heel lang bij Nettie speelde, is dat wij natuurlijk al 15 jaar collega's zijn. En toen dacht ik, nou, er is geen mooier moment om dat natuurlijk ook te vieren. En dat doen we in het Prikkenwater in Vlaardingen. Een heel mooi, heel bekend partycentrum ook. Waar iedereen zich happy gaat voelen, jong en oud. En we doen het natuurlijk met een reeks aan fantastische collega's die dus komen optreden.
Waaronder ook bij jou natuurlijk bekend Perry Zuidam. Ja. Nou, Frank Ferrari uiteraard natuurlijk. Hè? Onze meester, zeg ik altijd maar. Ed Palermo en Hugo Franks. Ja. En ook bij mij. Ja, precies. En Nettie ook natuurlijk, hè? Zeker! Ja, ik kan het niet laten om niet mee te doen natuurlijk, hè? Ja, maar die had je vergeten te vermelden. Ja, nou ja, hij vergeet het af en toe nog eens, maar dat doe ik dan zelf ook natuurlijk wel, hè. Wij zijn daar al op elkaar ingespeeld, dus ja, dat... Er is tegenwoordig maar één populair duo in Nederland, dat is Hans Zomers en Nettie Reed. Ja, net die 15 jaar duo met Hans, is dat vol te houden? Ja hoor, ik moet af en toe wel eens even slikken of zo, maar het gaat goed. Hij heeft zijn taak en ik heb mijn taak, dus dat komt allemaal wel goed. Ja. We vullen elkaar goed aan. Ja. Ik zie de affiche daar staan, Ed Palermo. Valt me op, Ed Palermo. Want Hans, jij hebt ooit een nummer samengemaakt met Amsterdam-Rotterdam, met Ed Palermo. Dat Ed ook is uitgenodigd. Ja, nou bewust. Ed was al uitgenodigd bij mijn 35-jarig jubileum. Toen kon dat helaas niet, want toen had hij iets gebroken op zijn knieën. En toen hebben we het warm gehouden. En wat het bijzonder is met Ed, is niet alleen het zeg maar Amsterdam-Rotterdam. Omdat, ja, dat is ook weer zo'n liedje, hè? Ik bedoel, maar het is bovendien, hij heeft natuurlijk meegedaan met de Voice. Ja. Hè, de Voice Senior. Daar is hij volgens mij redelijk ver mee gekomen. Ja. En ik vind het gewoon een waanzinnig goede artiest. En bovendien, hoe leuk is het dat we Amsterdam en Rotterdam bij elkaar zien. Ja. Ja. Nee, en dan ook nog Frank Ferrari. Frank Ferrari is toch al een tijdje uit de running uit. Hij blijft natuurlijk muzikus. Hij schrijft, hij is producer natuurlijk. Wat had hij daar dan komt zingen op die middag? Ja, het een verrassing. Het is zo ongelooflijk tof. Ik bedoel, ik krijg net een berichtje van hem. Ja. Kijk, Frank is natuurlijk ook al 77 of zo. Maar dat zijn van die oude rakkers. Van die oude gammers, die blijven maar doorgaan. En ik heb het aan hem gevraagd. En dan weet ik precies het antwoord. Ja, ik doe het alleen voor jullie. Ja. Nou, dat maakt het zo bijzonder. We gaan absoluut genieten van zijn optreden. En we hopen dat we daar met z'n drietjes kunnen zingen. Hè, dat gaan we hem voorstellen. Ja, precies. Precies. Ja. Dat zou leuk zijn. Ja. Ja. Maar ik neem ook aan dat jullie dan ook die middag alle nummers van jullie de revue laten passeren. Nou, alle nummers zou moeilijk worden. Dan hebben we Ahoy nodig. Nou, bijna alle nummers dan. Wat het belangrijkste is, dat we willen dat we met ons publiek, met onze fans uit het land, gewoon een waanzinnig leuke middag gaan beleven. Ja. Top is dat we weer kunnen. Top is dat we heel veel mensen gaan ontvangen. En dan uiteindelijk is het natuurlijk zo, en dat merken wij altijd, dat de mensen zeggen, ja, maar we willen ook dat nummer horen en dat nummer horen. Ja. Dus zeg maar, wij hopen dat we de mensen blij kunnen verrassen. En een dansje kunnen ze maken. Uiteraard. Tuurlijk. Helemaal los. Helemaal uit het bolletje gaan. Wij ook natuurlijk. Nu altijd, als je gewoon normaal optreden zou, hè? Gewoon de meeste tijd... Hoe klinkt dat altijd samen? Jullie staan samen op het podium. De meeste tijd is het toch voor iets ouder publiek. Hè? Want dat zie ik toch staan, tenminste op jouw Facebook. Maar dat maakt op zich niks uit. Maar de kick dat die mensen genieten van de muziek, dat bedoel ik. Ja, zeker. Kijk, het voordeel is, als je Hans Zomers en Nettie Reek uitnodigt, is het noodgewoon. Nee. Hè, dus nee. Sowieso stemmen wij natuurlijk ontzettend af op kleding. Ja. We hebben altijd een waanzinnig leuk decor bij ons.
Dit jaar staat dat natuurlijk in het teken van het jubileumprogramma, hè, op zijn Nederlands. Ja. En daar, zeg maar, wat wij normaal in theater brengen, dat brengen wij dan eigenlijk bij die mensen in het restaurant of in de locatie waar we natuurlijk werken, in het huis zelf. We doen het zelf op huiskamerniveau. Ja. En het leuke is dan wel dat, zeg maar, en daar heb je gelijk in, veel ouderen, en zeker na de periode die we nu achter de rug hebben, een beetje zijn verslapt. Die zijn ingepapt, er was niks meer. En er komt zo'n duo als Hans Zomers en Nettie Reeks. En die gaan de mensen weer blij maken. Ja. Ja. We hebben van de week hebben dat gezien. Die mevrouw die gaat volgende maand haar 90ste verjaardag vieren. En die sprak naar haar zoon uit: ik heb maar één wens. Ja. En dat is dat Hans en Nettie komen. Nou, hoe leuk kan dat dan zijn? Ja. Ja, dan voel je je eigenlijk toch een beetje getrotseerd, of niet? Ja, zeker. En dat zijn we ook. En dat proberen we ook uit te stralen. Ik loop al 40 jaar mee. Je hebt alles natuurlijk in de wereld al gezien. En iedere keer weer is het een beleving om op te komen, om die mensen blij te zien. En wat zo grappig is, want kijk, natuurlijk werken wij voor senioren. Hè, door het hele land, echt overal. Ja. Maar het gekke was, wij waren van de week bij HBD, dat is een voetbalvereniging. Ja. en dan staan daar jongetjes van allerlei herkomst, En die staan al mee te zingen op hun manier met Hans en Nettie. Ja. Nou, dat is toch geweldig, man. Ja. Dus en ze gaan altijd in de promenade weg. Ja, het zit hier al. Nee, voor de luisteraars, want we zien de tijd, anders kan ik de muziek niet meer draaien, maar met 12 uur is mijn programma verlopen. Eventjes samengevat, het is op 10 april, 10 april in Party Centrum Prikkenwater in Vlaardingen, daar is het dus te doen. Zijn er nog kaarten te verkrijgen? Ja, er zijn nog mogelijk om te reserveren. En het entree aan de zaal, dus als je komt, kost een tientje. En als je vooruit gaat boeken en je wil ook aan het buffet, kost het €25. Maar dan moeten de mensen echt bellen, dus dat ze bij tijd reserveren, want vol is vol. Oké. Okay. Nou, ik had er heel graag bij zijn, maar ja, ik zeg al net 3 dagen van tevoren terug naar... Ik ben net een paar dagen van tevoren in Nederland. Potverdorie, dat het net niet samenvalt. Ja. Nou, dat vinden wij ook jammer. Want er komen natuurlijk heel veel bekende mensen, ook uit de radiowereld. Zeker. En we hadden jou natuurlijk graag als gast gehad. Zeker. Maar ja, het is niet anders. Het is de verplichting. De verplichting moet ik ook nakomen natuurlijk. Ik ga jullie op de eerste plaats heel erg bedanken. Ik ga jullie straks heel veel succes hebben. Ik hoop dat ik wat foto's te zien krijg van die mooie middag straks. Dat gaan we zeker doen. We hebben Jaap van Dille, hè, onze clipman. Ja. Die hebben we natuurlijk gevraagd om die middag opnames te maken. Nee, dat wordt allemaal super profi. Helemaal goed. Ik weet zeker dat gaat een geslaagde middag worden. Dat kan niet anders. Dat gaat een geslaagde middag worden. Oké, Wil, even nog. Als mensen luisteren en ze willen reserveren, pak dan even een pen. Dan krijg je net hier aan de telefoon. En dat is 06-40-77-35. Nog een keer. Ja. Dus telefoon voor reserveren 06-40-77-35. Opletten net in dat je niet aan een vreemde man aan de telefoon krijgt. Hè? Nee! Oh, ze hoop van wel. Ik ga jullie op dit plaats heel erg bedanken. Ik vond het hartstikke leuk om jullie vanmorgen in de uitzending te hebben. En nu gaan we de zingen draaien. Ik mis je, want anders kom ik in tijd nooit. Wie gaat hem aankondigen? Allebei. Oh, ik mis je. Nou jongens, dankjewel. Tot de volgende keer. Veel succes mee. Groetjes en bedankt voor het gesprek. Doei, groetjes. Doei. Doei.